Wat leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, ik heb een hele leuke vraag gekregen, namelijk het borduren van een zwarte etui. En aan beide kanten geborduurd. Nou, ik heb samen met de klant gekeken wat de tekst was die ze er graag op wilde hebben. Wat ze wil aan de ene kant haar naam en aan de andere kant een tekst hebben. We hebben naar de kleuren gekeken, naar het lettertype en samen zijn we tot een leuk ontwerp gekomen. Nou, die ga ik nu borduren en ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. De klant heeft hier zelf toestemming voor gegeven. Omdat jullie natuurlijk toch haar voornaam ziet. Maar ze zegt, mijn voornaam komt zo vaak voor, die mag je wel gebruiken. Nou, ik ga maar twee kanten borduren. Dus ik ga eerst de ene kant doen. En dan de andere kant. Ik start met het knippen van mijn scheurvlies. Als basis voor het borduren. Die is net te krap. Die kan ik later nog wel weer gebruiken. Deze hebben we wel de goede grootte. Nou, wat ik altijd doe is even mijn scheurvlies een klein beetje vastzetten. Met een stukje tape. Zodat ik zeker weet dat die ook aan de onderkant in de envelop goed vastzit. Of goed op het scheurvlies komt. Nou, ik doe de etui open. En dit is een etui maatje L. Nou, waar ik op moet letten is, hij heeft een blokbodem. En ik wil hem natuurlijk gaan borduren, dat ik niet de stof hier dubbel in de ring doe. Dus ik moet echt in deze vouw komen. Nou, het scheurvlies aan de bovenkant. Nou, stop ik deze ring erin. En doordat ik hem iets heb vastgeplakt, weet ik dat aan de onderkant ook gewoon het scheurvlies er goed in zit. Nou, ik voel of die goed zit. Kijk, ik kan hier goed tussen komen. Dus dan weet ik dat hij goed zit. Nou, ik heb hem recht tegen de onderkant, dus daar loopt hij mooi in mee. En ik ga even kijken of hij gelijk aan de zijkant zit. Nou, dat zit hij net niet. Dus ik schuif hem nog ietsjes op. En ik voel waar de ring zit. Nou ligt hij goed. Ik klem mijn ring erin. En ik zie dat hij toch iets scheef ligt. Dus ik schuif hem nog even iets rechter. Kijk, nu zit hij wel recht. En ik heb de ring altijd vrij strak staan, maar nu staat hij te strak. Dus ik moet hem even iets losser draaien. Draai ik hem zo wel weer vaster. Hebbes. Die zit er mooi strak in. Dan draai ik hem nog ietsje strakker. En dan gaan we naar de machine toe. Nou, bij de machine heb ik al de goede kleuren gedaan. Ik ga nu het bestand openen. Nou, hij gaat even bewegen, zegt hij. Nou, dat heeft hij gedaan. Nou ga ik naar mijn USB-stick. Wel slim om die erin te stoppen. Nou, in het mapje voor de klant heb ik de twee patronen gezet. En ik ga met deze beginnen. Nou, dat is de tekst. Hij staat goed zo. Alleen ga ik zo de kleur nog wijzigen. Want hij denkt dat hij op naald 1 staat, maar deze kleur staat op naald 3. Dus die ga ik even wisselen. Zo. En ik heb net de draad voor het grootste deel er doorheen gedaan, behalve door de naald. Nou, dat ga ik nog even doen. En dan heb ik een heel mooi knopje op mijn machine. Ik zeg nu naald 3. Ik druk op het knopje en het draad inzet toeltje
komt naar voren. Dan leg ik de draad erin. En nu zit mijn draad door het oogje heen. Dus dat werkt altijd wel heel erg fijn. Let niet op de spulletjes die eronder liggen. Nou, ik pak de etui. Ik zorg ervoor dat de onderkant onder de arm komt. Want ik wil natuurlijk niet dat de twee delen op elkaar genaaid worden. Even voorzichtig met de naalden. Hopsakee. Ik check nog een keer met mijn hand of die echt wel eronder vandaan zit. Hier zit een stukje stof. Moet er even af. Nou. En nu zeg ik. Ik haal hem van het slot af. En ik zeg. Borduren maar.
eerste kant is nu klaar. Ik ga hem nu omdraaien en dan kan ik het tweede patroon gaan borduren. Nou, ik ga hem er nu uithalen. En ik ga hem straks nog even weer strijken, zodat de ring eruit is. Maar dat doe ik als die helemaal af is. Ik haal de ring eruit. En ik trek het grootste deel van het borduurvlies weg. De rest doe ik straks netjes. Maar dit kan ik er zo aftrekken. Dat peuter ik er dan helemaal zo tussenuit. Maar dat doe ik straks als die helemaal klaar is. Ik draai hem om. Want ook aan deze kant gaat er eentje komen. En dat gaat een ander patroon worden. Nou, ik pak weer een stuk scheurvlies. Die groot genoeg is voor de ring. Ik pak de ring weer en plak hem weer eventjes een klein beetje vast. Zo. Nu ga ik er weer op letten dat de ring aan deze kant van de vouw komt. Dus die schuif ik er weer in. En hij moet aan de goede kant van de vouw komen. Nou, dat zit hij. Mijn scheurvlies zit nog even niet helemaal naar mijn zin. Zo, nu wel. Ik schuif hem weer mooi naar onderen. En ik pak mijn meetlint weer en check of hij aan beide kanten gelijk zit. Nou, dat zit hij duidelijk niet. Nu wel. Oh, ik gooi hier ondertussen een stapel spullen om. Dat is niet zo heel handig. En ik zet de ring er weer in. En dan zie ik dat hij niet helemaal recht naar beneden ligt. En zo ben ik altijd even een beetje aan het spelen dat hij echt naar mijn zin is. Waarom wil die niet? Moet ik hem zo toch iets losser doen misschien? Ja. Draai ik hem toch even ietsjes losser. Ik hou hem altijd zo strak, zodat de stof er echt mooi strak ingespannen wordt. Als die te los is, dan wordt de stof ook te los. En nu zie ik dat die toch scheef zit. Dus dat ga ik nog even overnieuw doen. Ja, nu zit hij wel goed. Ik check hem hier nog even. En nou heb ik hem toch iets opgeschoven, zie ik. Nou, dan gaat hij er weer uit. En zoals je ziet, heeft dat wel eventjes goed mijn aandacht nodig om hem netjes te krijgen. Hopsakee. Nu zit hij bijna naar mijn zin. Hebbes. Kijk, nu gaan we borduren. Nu gaan we naar de machine toe. Nou, ik leg hem er weer in en zorg ervoor dat de onderkant van de stof onder mijn borduurarm komt. Ik check hem nog even na. En ik ga naar het goede patroontje toe. Want dit wordt een ander patroon. Ja, ik wil hem wissen. Hierheen. Ga ik weer naar dit mapje toe. En naar de naam. En ik wil hem nog ietsjes naar beneden hebben. Zo.
nee, dat is de verkeerde knop. Die wil ik hebben. Zo. Nou, nou zeg ik naaien. Dan moet ik even goed kijken naar de kleuren of die goed staan. Nou, de buitenkant is blauw. Die staat op klos nummer 2. Dus ik zeg blauw gaat naar klos nummer 2 toe. En groen, die staat goed. Nou, sluiten. En dan zeg ik het slotje losmaken. En we gaan weer beduren. Kijk, en dit gebeurt soms ook. En dat is dat de draad er niet goed in blijft zitten. Dat gebeurt een enkele keer. Nou, dan zeg ik even op mijn knopje draad doorhalen. Sorry als ik nu met mijn hoofd voor het scherm zit. Maar anders kan ik het niet zien. Draad doorhalen. Er doorheen halen. En dan ga ik even in het systeem naar steek nummer 0. En dan gaan we zeggen volgende poging. Kijk, en nu gaat hij hem wel pakken.
draad is er toch weer uitgeschoten. Dan ga ik even zeggen, ik wil terug. Naar de goede steek toe. Waar is mijn toeltje hier? Hopsakee, zit hij er weer in? Even naar de goede steek gaan. Oh, andere kant op. Die kant op. Moet ik er eventjes terug gaan naar de goede steek? Hoppakee, we zijn er weer. Dat gebeurt een enkele keer dat hij de draad verliest. Was die af? Nou, ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden om te zien. Ik heb me in ieder geval met veel plezier gemaakt. Nou, wil je niks missen van mijn kanaal? Word dan abonnee. Een duimpje en een reactie vind ik hartstikke leuk. Ik wil je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.